Ja, er werd volop gejuicht in Nijmegen gisteravond. NEC stond in Leeuwarden in de halve finale van de KNVB-beker tegen Cambuur en won uiteindelijk met 2-1. En dat betekent een finale plaats voor de Nijmeegse ploeg. Bij mij in de studio staat Maurice, sportverslaggever van RN7. Maurice, hoe heb jij de wedstrijd beleefd? Met de zweetplekken onder de oksels en gezellig ergens in Nijmegen in een kroeg. Ja, ook trainer Rogier Meijer was ondanks alles zeer positief over de avond. We kijken even naar zijn reactie. Rogier, het F-woord mag eindelijk uitgesproken worden. Ja, we hebben binnen, dus de finale kun je nu mogen niet uitspreken. En geweldige prestatie denk ik voor ons als club. Voor de spelers en voor de staf is het een mooie beloning voor hoe we bezig zijn. Ja, het was ook echt een thriller, dus dan is het extra lekker. Nu ben jij iemand die zich meestal redelijk op de vlakte houdt, redelijk rustig houdt. Maar ik zag je toch aardig uit de plaat gaan naar het laatste fruitsignaal. Ja, maar ja, dat is ook logisch als je er zo hard voor werkt en in zo'n wedstrijd. Maar eigenlijk wint en in verlenging over de streep trekt. Ja, dan komt er wat los. En je ziet ook de blijdschap bij alle spelers. Dus we wilden het ook heel graag. En ook voor mij is het mooi. Ja, misschien het feit dat het met een beetje met hangen en wurgen ging, dat maakt de blijdschap misschien nog wel groter, hè? Ja, je weet dat dit soort avonden anders zijn dan anders. En ik denk dat je best goed begint. Bal op de paal, bal op de lat volgens mij. Kom je 1-0 achter, ja, dan is Cambuur eigenlijk in het spel wat ze willen spelen. En dan zijn we denk ik heel rustig gebleven. De hele fase van de wedstrijd hebben we kansen uitgespeeld. Dan maken we gelukkig 1-1. Ja, en uiteindelijk is de verlenging natuurlijk ook een beetje... wie kan het langst overeind blijven? Er waren goede wissels denk ik en dan kun je winnen. Ja, het ging er dus om wie het langst overeind kon blijven, volgens mij. En daar zat Bram Nuitink in ieder geval niet bij. Hè? Nee. Hij moest het veld al vroegtijdig verlaten. Ja, Bram is al eerder een keer geblesseerd geraakt aan zijn lies, nog niet zo lang geleden. Dus hij was eigenlijk al klaargemaakt voor deze wedstrijd. Ja, dan komt er ook nog eens een keer zo'n verlenging aan. En dat was eigenlijk net te veel voor Bram. Ja, en hij baalde daar zelf heel erg van. Je sprak hem even na de wedstrijd. Ja, uiteindelijk drukte jullie het gaspedaal een beetje in de tweede helft. En dat resulteerde ook in de gelijkmaker. Uiteindelijk toch een verlenging nodig. Behaal je er dan toch niet van dat er niet eentje in is gegaan? Nou ja, als ik zo achteraf kijk, dan baal ik er wel van. Omdat ik dus in de verlenging schiet het weer in mijn lies. Dus daar baal ik wel van. Maar aan de andere kant, het ging uiteindelijk om dat we die finale zouden halen. En hoe maakt dan eigenlijk niet uit. En wat ik zeg, we hebben het gehaald. Dat is het allerbelangrijkste. Hoe is het met je lies? Ik denk niet super goed. Ik denk dat het een beetje hetzelfde is als 2 weken geleden. En toen hebben we alles eraan gedaan om deze wedstrijd te halen. En dan was 100 minuten misschien net iets te veel, denk ik. Want het schoten, daarvoor voelde ik me gewoon echt goed. Alleen het schoten gewoon weer gewoon precies hetzelfde in als 2 weken geleden. Dus ik denk dat het dan misschien net iets te veel was. Na afloop van de wedstrijd verbleven de spelers nog in Leeuwarden. Vandaag kwamen ze terug. Ze werden warm onthaald hier. Ja, nou ja, wat ik begrepen heb gisteren, iets na 12 konden ze pas het stadion verlaten. Want dat duurt natuurlijk eventjes vast. Dus voordat je dan thuis bent, is het 3:30. Dan staan daar supporters om 3:00, 3:30 voordat de spelers pas weg zijn. Dus ze hebben ervoor gekozen om te overnachten bij Cambuur in Leeuwarden. En iets na 12:00 ja, kwam de bus aan in Nijmegen. En daar stonden ook wel supporters. Ja, we kijken nog even naar jouw verslag. Bart, hoe was... Oh, kijk eens, dankjewel. Bart, hoe was de avond? Ja, was geweldig, was gezellig. Bram, hoe laat lag je in bed? 3:00. En hoe blij was jij gisteravond? Als een hond met 7 lullen. Ja, geweldig. Geweldig dat wij dat nog mee mogen maken op onze oude dag. Ja, nou goed, het is 24 jaar geleden geloof ik. Dus ik vind het fantastisch dat we dit mee kunnen maken. Ik heb hier een seizoenkaart. En ik hoop dat we met een grote groep die kant op kunnen. Hoe groot was de euforie naar de winst?
Groots, grandioos, zeg maar. Als het, normaal gaat het dak er niet af, maar alles schoot eruit. Dus ja, we waren super blij natuurlijk. En zijn vervolgens met de auto naar Nijmegen gaan rijden, toeterend over de Graafse weg heen en weer. Dus ja, dat was, het moest gevierd worden, uiteraard. Ga je naar de Kuip? Ja, ik dacht het wel. Maar ik niet alleen. Volgens mij gingen er nog 18.000 mensen mee. Ik denk dat het dan rustig is die dag in Nijmegen. Straks na het RN7 regio-nieuws is er natuurlijk weer een NEC-update te zien. Voor nu, dankjewel Maurice. Graag gedaan.